allemaal. Het is alweer tijd voor mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand. Het is echt superveel. Ik heb geen idee waarom. Maar laten we maar gewoon beginnen. Als eerste mijn favoriete droogshampoo. Dit is de Sebastian Dynamic droogshampoo. En deze gebruik ik al heel lang inmiddels. Ik denk een jaar of twee of zo. Mijn haar is een beetje gek. En deze vind ik echt super fijn. Ik gebruik hem eigenlijk altijd direct na het wassen. Tenminste direct na het wassen als ik mijn haar gedroogd heb. Een gek plukje. Als ik mijn haar gedroogd heb, dan doe ik daarna spreek dit erin. Dan feun ik het nog een klein beetje extra om een beetje extra poef te krijgen. En dat is het. En dan kan ik tot de volgende wasbeurt door. Ik vind hem echt heel fijn. Love it. Dan deze. De zomer komt weer aan en dus is het tijd voor zelfbruiner. En ik gebruik heel graag zelfbruiner, vooral op mijn benen, omdat die gewoon niet uit zichzelf kleuren. En daarvoor gebruik ik de L'Oréal Sublime Bronze Express Pro droge zelfbruine mist spray. Dat lijkt me duidelijk. Niet mijn favoriet. Mijn favoriet is de Garnier. Degene van Garnier, Ambre Solaire. Maar deze vind ik ook wel fijn. Ik moet zeggen, het hangt ook heel erg van de bus af. Want ik heb er nu één. Ik had er twee. Hij zit trouwens nog een beetje in, maar er komt niks meer uit. Maar deze spuit gewoon niet zo fijn. Die andere spuit echt wel heel fijn. Dus het hangt een beetje van de bus af. Terwijl het precies hetzelfde product is, maar goed. Mijn favoriete Rituals Foaming Shower Gel. Dat is deze. Dit is de Tao Tai Chi White Lotus en Yi Yi Ren. Ik ben ontzettend verkouden, maar ik ruik nog steeds de heerlijke geur van deze shower foam. Hij heeft inmiddels een nieuwe verpakking. Had ik ook super geluk mee, want het was een nieuwe verpakking. Maar er was nog één ding niet aangepast, waardoor die met 30% korting was. Dus toen kreeg ik hem met 30% korting. Daar was ik heel blij mee. Maar deze dus. En die gebruik ik eigenlijk het liefst onder de douche. Ik voel dat ook gewoon zo lekker luxe. Dan van Kiko de nagellak remover. Dit is zo'n remover met een sponsje erin. En daar stop je dan je vinger in, draai hem even rond. En dan is je nagel schoon. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind deze heel fijn. Ik ben heel blij dat we nu Kiko in Nederland hebben. Ik heb hier heel lang mee gedaan. Ik heb nu een nieuwe. En wat ik vaak doe, is dan bewaar ik de oude. En als ik dan zeg maar bijvoorbeeld echt rode of roze nagellak heb, dan doe ik hem eerst hierin en daarna in de schone. Zodat die schone niet meteen zoveel rood en roze zeg maar in zich krijgt. Maar deze is nu wel echt op. Dus nu is het een beetje klaar. En dan ga ik op een gegeven moment weer een nieuwe kopen. En dan gaat mijn nieuwe wordt weer de oude. Je snapt het systeem. Hartstikke handig. Mijn favoriete maskertje. Dit is het Smooth Shea Butter maskertje. Ook trouwens mijn favoriete maskertje van Dr. Van der Hoog. Niet per se van alle maskers, maar ik vind hem echt heel lekker. De Smooth Shea Butter Cupuachu masker. Dit is een kant-en-klaar masker, verzachtend en beschermend. En deze ruikt zo lekker. Dit is alleen maar het omhulstje, maar zoals hier ruikt het al een beetje. Want omdat zo'n zeg maar het losse zakje, dat is altijd een beetje ranzig als ik dat hier inleg. Maar deze vind ik echt, die vind ik zo lekker. Dit ruikt gewoon echt voor mij naar iets wat ik wil opeten. Een soort mango-ijs of zo. Ik hou niet eens van mango-ijs, maar ik vind wel, het smaakt echt, je wilt het gewoon opeten. En op je gezicht voelt het ook gewoon heel lekker. Het is heel, het is echt een beetje voedend. Je voelt je daarna gewoon een beetje zo lekker verzorgd. Dan deze, dit is de Weleda Amandel gezichtscreme. Voor de gevoelige huid, verzachtende gezichtscreme. En deze gebruik ik eigenlijk 's avonds. Overdag gebruik ik al die van Nivea, die hier niet in zit. Nee, die heb ik niet opgemaakt deze maand. Deze vind ik gewoon, dit is gewoon lekker natuurlijk. En dat doe ik dan 's avonds overdag. Dan doe ik die Nivea Q10 zonder parfum. En dan 's avonds lekker deze. Dan een van mijn meest geliefde producten uit dit stapeltje. En dat is deze. Dat is L'Oréal Code Lumière. Het is een serum. Helaas is dit niet meer verkrijgbaar. Ik heb nu, ik heb iedere keer via slinkse wegen weet ik weer ergens aan te komen. Maar dit is echt een super fijn serum. En nu heb ik dus een die heet ook ongeveer dezelfde naam. Youth Code volgens mij.
Maar die zie ik ook niet in de winkel. Die heb ik ook weer online besteld. Dus als iemand weet hoe ik hier aan kan komen, let me know. Maar dit is echt, ja, je kan het niet zien denk ik. Maar ik heb hem echt tot er echt niks meer uitkomen gemaakt. Het is een heel mooi, heel fijn serum. Het trekt snel je huid in. Het geeft echt een hele mooie glow aan je gezicht. En het is echt het enige product waarvan ik, als ik dan 's ochtends wakker word, dat ik denk, oh ja, I look good, zeg maar. Dat je echt het gevoel hebt dat het iets heeft gedaan. En deze vind ik dus echt heel fijn. Ik gebruik hem 's ochtends en 's avonds. En ja, ik vind hem eigenlijk onmisbaar. Dus als iemand weet hoe ik eraan kan komen, let me know. Dan wattenschijfjes, zoals altijd van Kruidvat. Een scheermesje voor de bikinilijn. Love deze dingen, kan niet zonder. Deze zijn van de HEMA. En ik weet niet waar de rest van, van het onderdeel is. Een Venus Embrace scheermesje van Gillette, die ik altijd gebruik. Maar ik zie nu al in de doos, maar hij ligt hier ergens in. Oogmake-up remover, hier heb ik heel lang mee gedaan. Dit is de Nivea Double Effect Oogmake-up remover. En deze vind ik heel fijn om mijn oogmake-up te verwijderen. Ik gebruik heel vaak waterproof mascara. En dan vind ik vaak micellair water net niet sterk genoeg om dat er goed af te krijgen. Dus ik doe vaak eerst een beetje van dit op mijn watje. Dan doe ik daarmee mijn ogen reinigen. En dan ga ik daarna mijn rest van mijn gezicht reinigen met micellair water. En dan ga ik met mijn Clarisonic of met mijn, nou ja, dat ding wat je vorige maand in mijn favoriet voorbij zag komen. Dat is rubberen dingetje. En mijn Estée Lauder Perfectly Clean aan de slag. Dan een scrub. Deze scrub van Kruidvat. De Orange en Kokos. Nou hou ik niet van orange, wel van kokos. Wel oké, scrub. Niet heel spectaculair. Prima. Dit was een proefmonstertje van Clarins. En het is het Serum Super Lift. Oh nee, Extra Firming. Ik zit het Frans te lezen. Extra Firming Eye Lift Perfecting Serum. Hele mond vol. Gewoon een serum voor onder je ogen. Ik vond het wel heel fijn spul. Of ik het nou ook zou kopen. Maar ik vond het wel fijn spul. Mijn lievelingsshampoo. De John Frieda Sheer Blonde Highlight Activating Volumizing Shampoo. Oh, hier is het scheermesje. Dan nagellak. Dit is de Essie in de kleur Mademoiselle. Mademoiselle. Goed. Dit is de kleur die ik ook droeg op mijn bruiloft. Gewoon een hele natuurlijke kleur. Die je nagels gewoon net iets witter en glanzender laat lijken. Heel natuurlijk lakje. Hij is nog niet helemaal op. Maar hij is een beetje uitgedroogd. Dus iedere keer als ik het kwastje wil gebruiken, dan is het niet meer heel lekker. Niet heel gek, want ik had hem dus al met de bruiloft. En ik had hem dus ook al daarvoor. Dus ik denk dat ik hem al anderhalf jaar heb. Dus niet heel gek. Als je hem vaak gebruikt, heb je een beetje uitdroogd. Dus ik heb een nieuwe gekocht. En daar kunnen we weer mee voort. Dan nog wat dingen van Sven. Zijn super favoriet. Dat is de Bedhead for Men Matte Separation Workable Wax. Hier is een nieuwe verpakking van. Die is echt super leuk. Het is een soort zilveren, soort tinnen doosje. Met gewoon een soort hip etiketje erop. Vind ik echt heel leuk. Ik weet niet of het hem nog uitmaakt. Maar dat is een nieuwe verpakking. Dit is de oude verpakking. Omdat deze op was en ik dus een nieuwe nog niet voor hem had besteld. Hij laat het altijd door mij doen. Omdat ik dan altijd weet waar ik dat kan bestellen. En hij snapt dat dan niet. Of als hij zich erin zou verdiepen, zou dat natuurlijk prima lukken. Maar hij vraagt dan gewoon aan mij. Wat niet erg is. Want dan kan ik meteen wat extra dingen bestellen. Als ik dan toch op een beauty site ben. Ha. Een van die producten zie je trouwens terug in mijn favorieten, denk ik, van deze maand. Dus als ik hem niet vergeet te pakken, want dat wil ik nog wel eens vergeten. Maar als je benieuwd bent welk product ik het over heb, kijk dan naar mijn favorieten. Die komt één deze dagen online. De Andanon Super Styler Shaper. Dit was wat hij vroeger altijd gebruikte. Maar sinds hij die Bedhead Workable Wax heeft, gebruikt hij die en vindt hij die fantastisch. Maar nou ja, dit is de andere optie. Allemaal Nivea for Men Sensitive Deo Douche Gel. Deze zat een keer in een Pretty Box, Glossy Box, Duty Box, whatever box van mij. En dit is de Unani Absolute Care Night Cream. En die filmt hij volgens mij heel fijn. Hij heeft hem hiervoor opgemaakt. En als laatste deze. Deze was nog van mij. Vergat ik er nog even bij te pakken. Dit is L'Oreal Elvive Total Repair Extreme. En die heb je ook al heel vaak voorbij zien komen. Dus vooral een aantal klassiekers. Maar wel echt een aantal van mijn enorme favorieten. De bak is weer leeg.
En dat was het weer. Dat zijn al mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand. En ja, ik weet niet wat ik nog meer wilde zeggen. Ik wil je een heel fijne dag wensen of avond. Ik weet niet wat het is als je dit kijkt. En ik zou het heel leuk vinden als je het abonneren op mijn kanaal Blondie Beauty Fashion. Hier aan het einde van het filmpje. Of hier onderaan op de link abonneer te klikken. En ja, nogmaals heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Nou, seksueel krijg je niet.